Goedemorgen. Goedemorgen. De kistjes waar je het geïmpregneerd houdt, ja. De rieten mand ook. En het overige in de, het gesorteerd afval. Ik zal zo meteen even de container open doen. Prima. Mag ik de legitimatie van in? Ja hoor. Oké. Okay. Vandaag staan wij op bezoek bij Koolhof, de gemeentewerf en milieustraat van Dongen op Tichelrijd. De afvalverzamelplaats van onder andere hout, ijzer, vaatwassers, noem maar op. Maar degene die ons daar meer over kan vertellen, dat is John. Dat is John. Waarom wordt eigenlijk het afval gescheiden? Nou, het wordt eigenlijk gescheiden in verband met het milieu gebeuren. Tegenwoordig moet je echt alles uitgesorteerd afvoeren. Ja. En vroeger werd alles zomaar in een gat gedumpt. En dat was eigenlijk, de problemen komen nu eigenlijk te boven. Omdat je nu toch wel erachter komt dat er veel troep in de grond zit. Waar eigenlijk gesorteerd kan worden en hergebruikt kan worden. Je zei al vroeger, maar hoe werd vroeger het afval dan opgehaald? Ik weet nog wel van dat de schillenboer langskwam. Maar wat gebeurde er dan met het ijzer of hout? Nou, wat ik me eigenlijk nog kan herinneren was er vroeger ook een ijzeren vuilnisemmer. Ja. En daar werd het afval ingegooid. En die tijd dat ik achter de huisvoorwagen liep, was het zo dat je het hout en wasmachines en tv's, noem maar op, dat weer zo allemaal in de vuilniswagen gegooid. En sinds in x aantal jaren hebben wij een milieustraat waar je echt ook alles wat toen in de wagen ging, nu in de containers gaat en dat wordt allemaal hergebruikt. En hoe lang is de milieustraat al hier? Nou, wij zitten hier, 6 jaar geleden zijn we hier naartoe verhuisd. We hebben eerst altijd op de oude baan gezeten. De oude gemeentewerf naast de brandweerkazerne en vroeger het gasfabriek. Dat zal de meeste mensen al nog wel kennen. En wij zijn van daaruit hier naartoe gekomen. En hier hebben we nu inmiddels een uitgebreide milieustraat. En wat wordt er nou het meeste ingeleverd? Nou, het meeste is nog wel het sloophout en de puin. Het sloophout, daar hebben wij gemiddeld. En zeker op een zaterdag een 5 à 6 containers vol. Jeetje. Dus. Maar er is ook een aparte afdeling, zag ik, waar je dus de wasmachines moet inleveren of het oude tv-toestellen. Kunnen we daar even naar gaan kijken? Ja, ik geef jullie direct even een mooie rondleiding. Wat ik zelf ook altijd doe bij de kinderen van de lagere school. Ik ben degene die hier de rondleidingen geeft dan. En die krijgen dan tekst en uitleg hoe dat allemaal precies een beetje in elkaar zit hier. Nou, daar zijn wij heel benieuwd naar. Dan gaan we zo meteen even aan de rondleiding beginnen. Is goed. Nou Ellie, hier zijn we dan in het KCA depot. Daar sorteren wij het chemisch afval uit. Dus dat houdt in alle batterijtjes, medicijnen, noem maar op. Dat wordt hier allemaal netjes uitgesorteerd. En dat gaat afgevoerd worden naar een bedrijf die het helemaal verwerkt. Ik zal je even rondleiden en dan laat ik je zien wat we allemaal voor materiaal hier uitsorteren. Loop je even mee? Nou, je ziet hier al in ieder geval voor de computers en natuurlijk de tv's. De tv's, die kratten gaan naar een bedrijf toe in Tilburg. En die worden helemaal geschredderd. Dus zogezegd, het glas wordt eruit gehaald. De elektrische bedrading worden eruit gehaald, dus in principe wordt alles netjes tegenwoordig uitgesorteerd. En vroeger gingen zulke dingen allemaal de huisvuilwagen in. Als je even mee verder loopt, dan kan ik je laten zien dat wij niet alleen maar de tv's en dergelijke uitsorteren, maar ook de TL-lampen zoals je ziet, de accu's. En zo hebben we ook tegenwoordig hebben wij hier het frituurvet, en het frituurvet dat wordt tegenwoordig gebruikt in de cosmetica-industrie. Dus daar maken ze lippenstift van en dergelijke. In die vaten zit materiaal in. Dus het zijn bijtende stoffen, giftige stoffen en medicijnen en dergelijke. En dat zit hier dan netjes gesorteerd in het afval. Wij zijn hier met 6 personen. En die dragen er zorg voor dat alle vaten de goede materialen en stoffen in zitten. Nou, zoals je hier ook kunt zien. De gemeente Dongen die heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan. Dus dat houdt ook in dat wij onze
speciale kleding aan hebben. Die kan ik je direct wel even laten zien. Een speciale chemicalie overal. Die is zeker met dit weer is die heel, heel warm. Maar ja, oké, okay, we moeten hem aan. Want je weet nooit wat er gebeurt. Nou, dat houdt ook nog in. We hebben hier materiaal hangen. Een douche en een oogspoeldouche. Dus dat houdt ook in. Voor het geval dat er wat gebeurt. Dan kunnen we even zeggen van nou. We trekken even de sproeier open. En we gaan eronder staan. En we blijven net zo lang spoelen. Totdat de stof van ons lichaam af is. Zo hebben we dat ook met de oogspoeldouche. Dan kan ik de dopjes wel even eraf halen. Dan kan je zien, dan moeten we met ons hoofd in gaan hangen met de ogen. Oh, jij weet al hoe dat het moet. Ja, ik denk zo ongeveer. Ja, nou, en dan is het alleen maar een kwestie van indrukken en dan komt er het water uit. En dan moeten we net zo lang spoelen dat de stof eruit is. Nou, ik zal hem nog even laten zien, die chemicaliën overal. En die hebben we dan aan. Die is heel warm, die is heel dik. Dus je kan zelf wel zien dat wat dat betreft de veiligheid hier hoog in het vaandel staat. Nou, zoals je ook ziet, we hebben hier nog een groot olievat staan. Dat is afgewerkte olie, dus wat uit een auto komt en uit een brommeltje, zeg maar. Nou, die olie die wordt hergebruikt en die gaat voor de scheepvaartindustrie. Dan hebben we hier nog de vaten en daar gaan alle batterijen in. En dat houdt in... Die batterijen worden allemaal uitgesorteerd. Ik denk dat het heel verstandig is om eens even een rondje te gaan lopen op de Milieustraat. Dan kan je zien hoeveel containers we hebben staan en ook hoeveel dat er in een container zit soms. Ja, zullen we even een rondje gaan lopen? Ja, bijna half tien. Ja, een duim omhoog. Hier zijn we eigenlijk bij een materiaal dat eigenlijk de meeste mensen wel kennen, dat is het asbest. Nou, het asbest houdt in. Dat je, ja, dat is een materiaal dat ze nog niet weten hoe dat ze dat moeten gaan verwerken. Dus vandaar dat er een speciale container is met een big bag, noemen we dat. Dus dat is een grote plastic zak. Die zit in de container. En daar wordt het asbest wat hier gebracht wordt op de Milieustraat, wordt verpakt. Of is al verpakt dan. En dat wordt hier in de container gelegd. Nou, van hieruit gaat hij naar de spinder. En dan wordt zak en al, die wordt in één keer gestort op de spinder. Maar er wordt wel geregistreerd. Dus voor het onderstel dat ze over een x-aantal jaren zeggen van nou, we hebben iets gevonden waar we het asbest mee kunnen verwerken. Of dat we het kunnen recyclen. Dan weten ze precies waar ze het op moeten graven. Nou, het houdt ook in als deze container gelost wordt. Dan zijn al die lussen, die zijn allemaal los. Dan wordt die aangesloten hier op een grote waterkraan. En dan zie je wel dat er allemaal gaatjes hier in de pijp zitten. Nou, daar komt het water uit. Dus zo gauw als ze hem gaan lossen, dan wordt hij helemaal nat gemaakt. Dat het niet kan stuiven, want ja, dat is natuurlijk gevaarlijk voor het milieu. Ja? Nou, misschien is het leuk om even tussen de containers door te lopen. Dan kan je zelf zien wat wij nog meer hier uitsorteren. Nou, je hebt hier ook al wel gezien de koelkasten. De koelkasten, die stapelen we hierop. En die gaan eigenlijk in principe net als de tv's en de computers en dergelijke naar hetzelfde bedrijf. En dan worden ze helemaal uit elkaar gehaald. Dus houdt ook in, die stof die erin zit, die wordt er ook netjes uitgehaald. En die kunnen ze ook weer hergebruiken. Nou, zoals je nou zelf ook wel ziet, hoeveel containers dat hier staan. En die staan, in de week valt het mee. Maar op zaterdag, dan staan om 4 uur als we gesloten zijn, dan staan alle containers vol. Met een flinke kop erop. En die worden dan 's maandags weer geledigd. Nou, we hebben hier speciale containers met kleppen. Dus dat houdt in als we hier het vuil ingegooid hebben. Dan, en hij is hoog geladen. Dan kunnen we hem aankoppelen aan een lodertje. En die kleppen kunnen we dan automatisch dicht laten gaan. Dus er kan er ook niks meer uitwaaien. En dan hebben we hier 2 containers van. In de toekomst willen ze meer van deze containers aanschaffen bij de gemeente. Nou, dus als je ook ziet, hier hebben we dan het dakleer en het dakgrindcontainer. Nou, vroeger was dit een afvalstof die bij elkaar mocht en die werd dan zo in het gat gedumpt. Nu tegenwoordig kunnen ze het recyclen, dus dat houdt ook in dat ze het dakgrind kunnen ze helemaal netjes wassen en spoelen en dan kunnen ze weer hergebruiken. Nou, Ellie, nou zijn we bijna op het einde van de Milieustraat. Dan wil ik nog even laten zien van het snoeiafval. Nou, het snoeiafval dat wordt tegenwoordig hier ook losgestort.
Wij knijpen het op en het gaat naar Van de Noord toe. En dan wordt het helemaal gemalen. En dan wordt het weer hergebruikt voor in de plantsoenen. Dus je ziet wel, ja, het is hier een hele onderneming geworden. Als je dan ziet wat we dan vroeger hadden voorbij nu. En op de Milieustraat hebben we daar containers. Maar wij doen ook meerdere dingen. Zoals borden plaatsen, riolering, noem maar op die dingen. Maar ik zal je even een paar dingen laten zien. Dit is hier het magazijn. Hier het magazijn, daar staan eigenlijk alle materialen waar wij mee werken. Dus het houdt ook in alle bebording staat er. Dus zo gauw als bijvoorbeeld een keer een verkeersbordpaal kapot gereden is of omgereden is en krom is, nou, dan word je even vernieuwd. Voor als het wintertijd is, hebben we speciale banden voor op de tractoren. Maar dan laat ik je direct wel even zien als we naar achteren zijn. Daar heb ik nog iets speciaals in verband met de strooien. Dus je ziet zelf wel dat het niet alleen maar huisvuil is en hout en troep, maar dat we ook hier meerdere dingen doen. Nou, ik geef hier ook rondleidingen aan de scholen. En ik hou meestal een paar dingetjes apart om te laten zien dat er ook veel vandalisme is. Dus ik zal even een bord pakken en dan kan je zien wat ik daaraan uitleg. Nou, zo heb ik hier een bord. Daar hebben ze vuurwerk tussen gelegd. Nou, je ziet wel, de stukken eraf. Leven is gevaarlijk. Nou Ellie, nou lopen we eigenlijk een beetje langs de stallingen. Nou, hier staan eigenlijk alle kleine materialen binnen. Dus de kleine auto's van de plantsoenendienst is dat merendeels. Nou, we hebben hier ook een speciaal papierbakkenwagentje. En dat wagentje wordt gebruikt door een jongen. Die rijdt alle papierbakken die hier in Dongen zijn. Die gaat je allemaal leegmaken. Twee keer op een week. Nou, als we een stukje verder gaan lopen, dan gaan we naar een stalling toe. Die was als allereerste gebouwd toen wij hier, voordat wij hier kwamen te zitten. En dat was puur omdat anders de huisvuilwagens en de vrachtwagen en de kolkenzuiger continu buiten stonden. Ja, in wintertijd werkt dat niet zo. Dus dat is eigenlijk de stalling die als allereerst hier weggezet werd. Nou, je ziet zelf ook wel dat hier ook dranghekken staan. Die dranghekkenwagens die hebben ze sinds een paar jaar gekocht. Een paar jaar geleden. En vroeger moesten we die allemaal met de hand laden. En nu tegenwoordig staat het er allemaal netjes op en die wordt aangepikt aan de wagen en die reizen dan zo weg naar de desbetreffende locatie waar het iets te doen is. Kom even lekker mee naar binnen. Nou, toevallig staat er hier de kolkenzuiger nog binnen. En deze kolkenzuiger die staat op vervanging. Dus houdt in, als het goed is, op het eind van het jaar hebben we helemaal een nieuwe kolkenzuiger. Nou, je ziet wel de hoge stalling en alles is hier automatisch. De jongens die stappen in, drukken op een knopje en de roldeuren gaan automatisch omhoog. En als ze eruit rijden, dan kunnen ze ook op een knopje drukken dat je automatisch weer omlaag gaat. Nou, zoals je hier ziet, hangt hier een bok en daar hangt een beladingssysteem in van de huisvuilwagens. Dit beladingssysteem dat wordt eigenlijk gebruikt voor als ze groenbakken moeten gaan laden. Die kunnen ze daar aan de achterkant aanpikken. Nou Ellie, nou wil ik je nog even iets laten zien waar ik zelf ook wel een beetje trots op ben. En omdat het zeker nieuw materiaal is. Wij hebben hier met een groepje van 12 personen, doen wij hier in Dongen nog zelf de strooidienst. Dus dat houdt in dat wij met twee groepen, zes jongens bij iedere groep, die worden in de winter, dan beginnen we in half november, gaan we in conciliatie. Dus dat houdt in dat wij week op en week af de strooidiensten draaien. En ik zelf ben begonnen met het coördineren ervan in zoverre. Ik ga er s'nachts uit, om hoe tijd maakt niet uit. Het is om 2 uur of om 4 uur of om 6 uur. Dan ga ik even rondrijden en dan ga ik kijken of dat het glad is. Nou, is het glad of is er sneeuwval, dan ga ik de jongens bellen. En die komen dan hier naartoe en dan, ja, je ziet wel hoeveel strooiers dat hier staan. Die worden dan gevuld met zout, maar dan lopen we direct even naartoe. En dan laaien we dan die strooiers mee vol. En dan gaan ze rijden. En dan hebben we, als het een beetje mee zit, hebben we een dik 2,5 tot 4 uur tijd hebben we heel Dongen gestrooid. Dus we hebben ook nog een speciale auto staan, een calamiteitenwagen noemen wij dat. En dat is eigenlijk die wagen waar die paar borden nog op staan. Vroeger stonden al die dranghekken allemaal los. Dus die moesten we dan allemaal laden. En ook als er een flinke brand was geweest of was er, of een flink ongeluk, dan moest de weg afgezet worden. Wensen? Nou nee, weinig wensen. Want ja, in principe hebben we eigenlijk alles al. Dus, maar als je ziet wat voor materiaal dat we tegenwoordig mee rijden, hè, niet alleen de huisvuilwagens of vrachtwagens, maar ook van de plantsoenendienst, dat is heel mooi materiaal wat ze hebben. Ik wil nu even naar de opslag toe lopen van het zout. Dat is ook wel leuk om te laten zien. We hebben toevallig een week of 6 geleden hebben we nog 2 vrachten met zout gekregen. Die was in de aanbieding.
Dus dan is hij goedkoper als in de winter. Dus ze hebben gauw een paar vrachtwagens laten komen met zout. En dat ligt dan in principe gewoon in opslag. Dit is eigenlijk de opslag van het zout. Dus je ziet wel, het is best wel een hoopje wat er ligt. En als het echt wil winteren, dan hebben we het ook eigenlijk zo leeg gereden. Als je zo met een man of zes aan het rijden bent, ja, dan hebben we het eigenlijk zo leeg. Maar dan is het ook maar bellen en binnen anderhalve, twee dagen, dan hebben we weer een nieuwe vracht voor hier te lossen. Op de Koolhof zijn we nu geweest en nu gaan we een vuilniswagen achterna om te kijken hoe die zakken in die vuilniswagen gaan. Dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk, maar we gaan toch wel even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Nu zijn we aangekomen bij de spinder, zoals u ziet. Dat heet hier zo. En hier komen alle huisvuilzakken binnengereden in die grote vrachtwagens. En hoe dat verder in zijn werk gaat, daar gaan we nu even naar kijken. Zometeen komt de huisvuilwagen uit Dongen ook hier naartoe om al de huisvuilzakken te lossen. Dan vragen we even aan deze meneer, hoe is uw naam ook alweer? Johan Knippels. Johan Knippels, oh ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Kunt u daar iets over vertellen? De auto komt de trein oprijden, die gaat over de Weegbrug, wordt gewogen, komt hier naartoe. Die lost hier in de trechter en dan wordt het huisvuil wordt geperst. Gaat in een container, die container gaat naar het Lalo op Loven. Lalo, wat is het? Dat is Lalo? Het Lalo, dat is een overslag van container, dan gaat de container wordt op de trein gezet. Oh, ja. En waar gaat die trein dan naartoe? Die gaat naar Moerdijk, naar AZN, naar de verbranding. Die wordt 's nachts gelost en 's morgens is die weer terug en dan gaat het hele verhaaltje weer opnieuw. Goedemiddag. Ja, dankjewel.
Hier worden de huisvuilzakken uit Dongen samengeperst en afgevoerd naar de verbrandingsoven in de Moerdijk. Hierbij het einde van onze reportage. Bedankt voor uw aandacht.